Eenmaal 24 uur elektriciteit voor binnenland. Voor het eerst in de geschiedenis van Suriname wordt de elektriciteitsvoorzieningssector integraal aangepakt. Dat wil zeggen dat zowel de kustvlakte als het binnenland aanpak genieten. Dit zei de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dotson, in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut. De dorpen in het binnenland zullen voorzien worden van 1x24 uur elektriciteit. De minister haast zich om te zeggen dat niet alle 133 dorpen in één keer kunnen worden voorzien. Volgens de bewindsman zijn er twee trajecten uitgezet. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.